Robin, je hebt pas eindexamen gedaan. Ja. Ben je geslaagd? Ik ben geslaagd, ja. Heel goed. Heb je door al die perikelen nog een beetje op het NK kunnen voorbereiden? Nou ja, het moest natuurlijk wel een beetje gevierd worden dat ik geslaagd was. Maar ik heb er wel, denk ik, goed voor kunnen bereiden. Ik heb best veel geschaakt de laatste tijd, dus ik denk het wel. Je vorm lijkt in orde, want als ik het goed zeg, heb je onlangs een open toernooi in Haarlem gewonnen, wat redelijk sterk bezet was. Ja, weekendtoernooi met een paar GM's, ja, klopt. Dan de algemene lijn. Je bent het afgelopen jaar behoorlijk vooruit gegaan. Denk je dat je een kanshebber bent dit toernooi? Nou, ik vind het moeilijk te zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk het NK ook gespeeld toen ik 15 was, geloof ik. En toen had ik het heel zwaar. Ja, ik denk nu wel dat ik het in elk geval een stuk beter kan gaan doen. Maar ik moet wel even aanpassen worden voordat ik weer tegen zulke sterke speel. En om nou echt voor de eerste plaats te spelen, in eerste instantie zou ik denken van niet, maar je weet maar nooit. Denk je dat het voor jou een voordeel is dat het zo'n kort toernooi is, maar 7 ronden? Zijn er dan meer verrassingen mogelijk? Nee, ik denk eigenlijk dat het een nadeel is. Ik denk dat ik qua conditie juist misschien wel wat beter zou zijn als het 13 ronden had of zo. Dan sommige andere spelers misschien. Wanneer ben je tevreden? Heb je jezelf een doel gesteld? Ik heb me niet echt een doel gesteld, maar toch in elk geval boven de 50% zou wel heel mooi zijn. Dat zou ik wel echt willen, ja. Oké, veel succes. Dankjewel. Dankjewel.